Minister Riyad Noor Mohamed van het ministerie van Openbare Werken bracht onlangs oriëntatiebezoeken aan enkele diensten vallende onder zijn ministerie. Tijdens de rondleidingen bij deze diensten zijn diverse zaken aan de orde gekomen. De deplorabele staat van het kantoor bij de meteorologische dienst en de behoefte aan een reorganisatie bij het directoraat Openbaar Groen waren de voornaamste issues die ter sprake zijn gekomen. De meteorologische dienst is geen onbekend instituut voor mij. We werken in mijn vorige baan, in mijn baan daarvoor heb ik bijna wekelijks met de meteorologische dienst gewerkt. Dus ik ben een beetje bekend met de problemen. Eigenlijk zijn de problemen hetzelfde gebleven. Slechte huisvesting, slechte voorzieningen. Een heel slecht gebouw waarin men werkt. In elk geval niet gezaghebbend voor de meteorologische dienst. Dat is de hoofdconclusie. We moeten daar een verbetering brengen. De meteorologische dienst is een dienst die nationaal, internationaal werkt. Zo kan bijvoorbeeld het meetstation, daar zit gras van 1 meter hoog. Dus dat is ernstig, dat is kwalijk. En een derde ding is dat de meteorologische dienst heel veel internationale projecten doet. En het belang en de rol van de meteorologische dienst, dat is eigenlijk al bekend in de samenleving. Dus dat willen we gaan optimaliseren, et cetera. En vandaag zijn wat voorstellen gedaan. Er zijn meetstations in Suriname, meetstations op de airport, et cetera. Heel veel verwaarloosd. Onze medewerkers zijn slecht betaald. Dus er moet een nieuwe facelift komen bij de meteorologische dienst. Het belang daarvan ken ik. Maar kennelijk moeten veel meer beleidsmakers de noodzaak en het belang kennen van de meteorologische dienst. Het personeel dat werkt onder zeer slechte omstandigheden heeft verschillende voorstellen gedaan aan de bewindsman. Een nieuwbouw, restauratie of werkruimtes voorzien van een grondige onderhoudsbeurt waren onder andere de grieven van de medewerkers. Een dienst die zeer belangrijke data verzamelt en tot op dit moment niet kan voorzien in eigen behoeften. We hebben vandaag wat voorstellen gedaan, dus ik moet van die directie binnen een paar dagen die voorstellen krijgen die we hebben besproken. Een van de zaken bijvoorbeeld is dat de meteorologische dienst verkoopt data, maar de meteorologische dienst heeft een lekkende dak op Zanderij. En dat kan al jaren niet betaald worden. Nou, als dat station is ook bedoeld voor het verkeer. Daar wordt heel accuraat data gemeten. Dus als elke dag een Boeing landt, als elke dag een KLM landt, als al die vliegtuigen landen, toch als een businesscentrum daar zijn, tax-free shops, en we kunnen een zinkplaat niet vervangen, dan gaan we wel een zinkplaat vervangen als ik over een paar weken kom naar de luchthaven. Dat ga ik wel doen. Ik ga ervoor zorgen dat die zinkplaat wel vervangen wordt. Dus we gaan het geld zoeken. Dus ik heb die voorstellen gedaan. Ook Zorg en Hoop heeft een verwaarloosd station. Dat station is verkeerd gepositioneerd. Oh, ik heb begrepen. Ik moet nog een bezoek brengen. Ook daar gaan we oplossingen zoeken. Elke dag vliegen vliegtuigen. Oké, we wachten even op COVID. We gaan dat ook oplossen. We gaan mensen die daar werken, die daar zijn, die gebruiken, die kunnen een beetje meer betalen, toch? Dus dat gaat de oplossing zijn. En voor de rest is de meteorologische een servicecenter. Studenten, onderzoekers die kopen, die betalen ook voor hun data. Die kan je niet te veel vragen. Maar als er internationaal consultantsbureau zijn, dan gaan we die wel meer laten betalen. De bibliotheek is al jaren onbemand dat zeer betreurenswaardig is. Volgens minister Noor Mohamed zijn er genoeg ambtenaren die betaald worden en thuis zitten met een salaris. Deze zullen teruggeroepen worden om het belang van het land en de samenleving te dienen. Een ander ding is dat de bibliotheek dat zoveel informatie heeft, niet bemand is. Ik kan niet vragen van de directeur dat die de bibliotheek gaat openen. We hebben 60.000 ambtenaren. Uit die 60.000 is er niet één persoon die in de bibliotheek kan gaan. We hebben 60 ontheven ministers met salarissen van 30, 50, 40.000 SRD die thuis zitten met dienstvoertuigen en alles. Nee, dan gaan we minister roepen om daar te gaan zitten. Dan gaan we gewezen minister roepen. Toch, dan gaan we hem laten halen om daar te gaan werken. Dat gaat mijn beleid zijn. Ik ga niet toestaan dat een bibliotheek daar zit zonder iemand. We hebben genoeg ambtenaren die betaald worden. Dat gaat mijn policy en mijn beleid zijn. Tijdens het bezoek van minister Noor Mohamed aan Openbaar Groen zijn ook veel zaken in kaart gebracht. De minister gaf aan dat dit directoraat vrij goed georganiseerd is, professioneel te werk gaat
en beschikt over de basismiddelen zoals alle andere diensten van het ministerie van Openbare Werken. Openbaar Groen is inderdaad een directoraat dat ook vrij goed georganiseerd is. Eigenlijk, ik heb het al vaker gezegd, alle directoraten op het ministerie van Openbare Werken zijn vrij goed georganiseerd, heel snel, professioneel. Ze hebben de basismiddelen, laat me dat zeggen, want daarom doe ik die hearings en daarom loop ik, daarom bezoek ik, om te kijken of de minimale standaard aanwezig is. Dat hebben ze allemaal. Bij Openbaar Groen is het zo dat het meer een service is naar de maatschappij, naar het volk, naar de bedrijven, naar de maatschappij. Wat me ook duidelijk geworden is dat eigenlijk het werk van Openbaar Groen is een vrij kostbare zaak. Men doet heel veel op afroep. Er zijn heel veel sportterreinen, heel veel overheidsterreinen. Ze zijn niet in staat het op tijd te doen. Dus dat kan liggen aan personeel, middelen, etc. Diverse factoren. Dus we hebben wat voorstellen gedaan om te kijken naar de wetgeving. Hoe kunnen we de boetegelden innen? Dus daarvan gaan ze komen met een wetsvoorstel of een instructievoorstel. We hebben voorstellen gedaan om te kijken hoe kunnen we die plandiversificatie wat beter aanpakken. Hoe kunnen we wat inkomsten daaruit verdienen. Er is heel veel rommel daar, dus ik heb gezegd, ja, openbare aanbesteding hoor alle rommel van daar opruimen. Toch, ik ben niet bereid om, als ik over een jaar kom, moet ik die dingen niet meer zien. Heel veel kapotte auto's. De voorzieningen op het terrein van het directoraat dienen verhoogd te worden om zodoende meer inkomsten te genereren. Er zijn tal van potentiële zaken die anders aangepakt kunnen worden. Beleidswijzigingen zijn van essentieel belang binnen het directoraat, waardoor opdrachten efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Dan hebben we wat voorzieningen op het terrein. Gaan we bekijken als we die inkomsten niet kunnen verhogen. Toch? Er is een mooi voetbalveld daar. Een beetje drassig. Dus dat zijn een paar kleine dingen die potentie hebben om geld te verdienen. En voor de rest denk ik dat de directoraat, je weet, ze bezemen, harken, vuil ophalen in de stad. Maar eigenlijk hebben ze ook nog zoveel verantwoordelijkheden. Dus ze hebben een grote job te doen. Maar er zijn misschien weinig mensen beschikbaar of weinig middelen. Maar daarover heb ik ook een voorstel gedaan voor beleidswijziging.